Nogmaals welkom bij de AVRO op dit toch wat late uur. Tot ieders ontsteltenis is vandaag op 74-jarige leeftijd Danny Kay overleden. Danny Kay ging, toen hij 17 jaar was, van school af en werd aangenomen op een verzekeringskantoor. Maar daar bleken zijn talenten niet te liggen, want door een rekenfout werd hij ontslagen. Een geluk bij een ongeluk, want daardoor kwam hij terecht bij een Joodse cabaretgroep als zanger-entertainer. Het balletje rolde vanzelf verder, wat leidde tot 30 films in 40 jaar. Hij heeft daarvoor dan ook een ere-Oscar gekregen. Voor zijn televisiewerk ontving hij 2 Emmy Awards. Ondanks al deze erkenning prefereerde hij zijn werk voor UNICEF. Hij was de belangrijkste ambassadeur van dit kinderfonds en in deze hoedanigheid bezocht hij 6 jaar geleden Nederland. Mies Bouwman had toen een spontane ontmoeting met hem die u de komende 61 minuten nog eens kunt zien. Dames en heren, wat leuk om u buiten mijn eigen televisieseizoen om hartelijk welkom te mogen heten in het Spand in Bussum op donderdag 16 april. En dat betekent meteen dat u nu weet dat dit een opname is. Dat geeft ook niks, want het was ook niet anders mogelijk. Vandaag, namelijk op 16 april, was er feest in Den Haag. Toen werd op het Vredespaleis de Waterloo Vredesprijs van de Carnegie Stichting uitgereikt aan een heel bijzonder iemand die daarvoor gisteren uit Los Angeles naar Nederland kwam. Wat moe is, een drukke dag achter de rug heeft, maar toch nog bereid was om totaal onvoorbereid hier vanavond in het Spand een uurtje met ons te vertoeven. De man over wie het gaat, ik hoef hem u echt niet voor te stellen. U kent hem allemaal. Het is die fantastische filmster, televisiester, geweldige, kostelijke dirigent voor grote orkesten, maar bovenal en vooral die hartverwarmende goodwill-ambassadeur van UNICEF, Mr. Danny Kay. Okay. Thank you. Thank you very much. Before we start, how do you do? I'll be with you in 1 minute. For those people who do not understand Dutch, I will explain in English what the man said here before. We don't know what's going to happen. There's Mies and myself, and we don't know what the show is going to be about, because she's a crazy lady. See? So, and she's pretty. And I am going to sit down. Now, if you want to do that, let me hear you all applaud now, all together, with me. Not when I give you the beat. Now, very softly. Where do you want me to sit? Hello. Now, I'd like you to know, ladies and gentlemen, that you all understand English, yes? Good. Then I will speak in Japanese.